Jordi, kan jij jezelf even voorstellen? Ik ben Jordi Vleugels, ik ben 19 jaar, ik kom uit de jeugdopleiding van Willem II. En ik woon in België. En mijn favoriete positie is op 10 of op 8. En jij komt dus ook uit België. Waarom heb je destijds voor Willem II gekozen? Omdat in die tijd waren de jeugdopleidingen van in Nederland nog veel beter dan in België. Dus ja, was dat makkelijk gemaakt eigenlijk. Heb je nu al spijt van die keuze? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin in Nederland. Dus ja, nog steeds geen spijt. Jij bent hier een half jaar. Je wordt gehuurd van Willem II. Wat verwacht jij toe te kunnen voegen aan SC Dordrecht? Ja, ik hoop dat ik ze tot een doelstelling kan helpen. En mij te laten zien in positieve zin hier bij Dordrecht. Is er ook al aan jou verteld wat er van je verwacht wordt? Ik moet nog eigenlijk met de trainer echt praten, maar zij weten veel van mij. Ik weet ook wel veel van Dordrecht nu, dus het komt helemaal goed. Verwacht jij dat jij direct een basisplaats zou kunnen afdwingen? Of vermoed je dat je meer voor in de breedte gehaald bent? Ja, dat moet nog blijken. Ik denk dat het ook aan mezelf ligt hoe ik presteer. Ja, als ik het niet goed zou doen, dan is het begrijpelijk dat ik niet zou spelen. Maar we gaan van de positiefheid en ik ga ook zeker mijn best doen om in de basis te komen hier. Je woont in België, zeg je. Ga je hier nu in de buurt wonen of ga je elke dag heen en weer rijden? Op dit moment zit ik nog in een gastgezin in Tilburg. En we zijn nog een beetje aan het kijken of ik hier naartoe kom of daar blijf wonen en ga reizen. Dit is je eerste echte dag bij SC Dordrecht. Bevalt het een beetje? Ja, zeker, zeker. Ik ben goed opgevangen door iedereen hier. Leuke groep. Dus ja, positief. Heb jij Dordrecht ook een beetje gevolgd de eerste seizoenshelft? Ja, ik heb eigenlijk de hele Jupiler League best gevolgd. De eerste seizoen zelf, dus ik weet er wel een en al over. Ja, dus je hebt ook gezien dat die elfde plek waar Dordrecht nu op staat, is niet helemaal waar ze tevreden mee zijn. Dat moet dus echt wel beter de komende half jaar. Ja, ik denk zeker met de kwaliteiten die ze hier hebben, dat een hogere plek zeker haalbaar is. Dus daar gaan we ook allemaal voor een tweede seizoen zelf, om hoger te eindigen dan de elfde plek. Veel succes erbij. Dank je wel.